Aaron, wat? Ik daag je uit. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Shamila en ik ben hier video's aan het bewerken. Mijn vlog online aan het zetten voor deze avond. En het is zondag, het is een rustige dag. Op zondag wordt er niet veel gedaan. Gewoon rustig genieten, het zonnetje schijnt. Ik ga zometeen nog even naar buiten, naar een vriend van mij. En ja, wat doen jullie eigenlijk allemaal op zondag? Ik vraag me eigenlijk dat wel af. Zondag is zo'n dag waar dat niks open is, waar je niks kunt doen. Dus let me know. Wat doe jij op zondag? Hier beneden in de reacties. Misschien zijn er mensen die hun eigen daar nog goed kunnen herinneren, maar deze liedje is dus ooit de intro geweest van mijn YouTube-channel. Dus met mijn allereerste vlogs was deze de intro. Zo. Dus ja, maar nu heb ik een hele andere intro. Hè? En nu is het ook wel iets gepersonaliseerder als ervoor, vind ik. Dus als jullie nog leuke ideetjes hebben voor intro's of andere shit, outro's en zo, moet je altijd in de reactie plaatsen. En dan zie ik wat ik kan doen. Hè? Hoe lang is dat geleden, man? Dat is al heel lang geleden. Dat is fucking lang geleden. Maar goed, I'm good to be back, though. Sowieso, sowieso. Wij gaan even iets drinken, keilang geleden, een beetje bijpraten. En ja, praten over uw succes, man? Ja, over mijn succes. Ja, fuck mijn succes even, echt waar. Mijn succes is nog iets kleiner. Nee, Aaron doet zo mee met een wedstrijd, is dat? Is dat ja, talentenjacht. Violentia. Dus, zeker, Violentia. Dus zeker allemaal volgen op Facebook. En als het eraan komt, op mijn foto. Sowieso, stemmen voor hem, man. Die moet dat winnen. Die jongen verdient dat. Die is al heel lang met muziek bezig, zoals ik. En he's got some talent, man. Zie, die kleine is zijn papa hier kwijt. Aaron, wat? Ik daag je uit. Kom aan, je kunt het. En moet ik al die kinderen gaan weghalen? Nee, laat hij erop en spring keihard dat hij omhoog vliegen dan. Ik moet mijn schoenen na doen, mag je er niet mee op? Jawel, zeg. Zo alles neerleggen zo. Een salto, zou ik dat kunnen? Oh, maar hij probeert alsjeblieft. Kun jij dat, denk je? Ik denk dat niet. Ik denk dat ik flat on my face ga gaan. Probeer het eens gewoon. Oh, probeer het eens gewoon. Ja, probeer het. Zeg gewoon even, ik moet even een graaf trucje doen. Mannetjes, en dan gaan die er allemaal even af. Nee, doet dat dus grappig. Jeroen gaat voor de overwinning. Kom maar, jongen. Die gaat echt aan de nek breken, ik zweer het. He. We gingen normaal gezien wandelen, maar het is veel te koud, dus we gaan gewoon terug. Het is fucking koud, dog.
Het is ook veel te ver, zoals je wel kunt zien. Het is echt heel koud nu. Maar we hebben juist een ballenbed gezien en Arun gaat daar volgende keer sowieso in. Omdat ik dat zeg. En dan doet Aruntje dat, hè? Ja. Aruntje. I'm just a little bitch, though. My little bitch. Zo, so, Aruntje is weer naar huis. Ik ben nu in de konijnenpijp aan het rijden. Dat is echt zo'n lange tunnel en je moet er maar 50 per uur en dat gaat zo traag. En het is precies dat geraakt die nooit niet meer uit. En ik heb claustrofobie, dus geloof me, dat is niet plezant. Ah, dat is zo lekker warm, die zetelverwarming. Echt waar, als het buiten zo koud is, kan dat echt goed doen. Maar echt goed, dat je gewoon zo... Je voelt dat ook helemaal zo aan je nolletje zo warm worden. En dat gaat zo helemaal, hoe harder dat je drukt met je lichaam ertegen. Dus eigenlijk met andere woorden, hoe zwaarder dat je bent, hoe warmer dat je het dus ook krijgt. Hè? Dat is geweldig. Kom eens hier. Kom eens hier. Dag kleine. Dag kleine. Oeh, Lana noemt hij, hè? Ja, je vraagt het echt elke keer. Ja, ik weet het. Lanetje, kijk eens in de camera. Kijkaboe. Kijkaboe. Hier is de camera. Kijk maar. Oh, zeg maar. Oh. Dik in mijn mond, jongen. Ik ben bij Cathy. Of nee? Dankjewel. En zoals altijd is hier de prachtige piano die er altijd wacht op mij, omdat ik heel mooi piano kan spelen. Eén, twee, drie. Echt nergens op. Cathy heeft een super lekkere chocomel voor mij gemaakt. En nu ga ik er een hartje in maken of zo. Proberen. Hè? Hallo, dat is niet voor u. Oké, dag. Ja, het lukt niet echt. Hè, zoals je wel kunt zien. Dan niet. Die kat is echt meer leven aan het spelen, maat. Dat is toch niet gezond? Weet jij hoe hoog dat is? Je zit daar rustig op die rand te chillen. Luca! Kom hier, jongen, voordat je valt. Dan is het gedaan, hè? Met je 9 levens? Dat zal niet zijn. Hier is er al afgevallen. Is het er al afgevallen? Amai. Dag, kleine. Kikkeboe. Hey poes, sturkje doen of zit het hier? Zit hij er alle twee zitten? Kwik en kwik. Kwikske, 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 kwikske. Oh, Jezus, negeer level 9000. Jongens, jongens, wat is dat voor een greet met je camera kinder? Jongen, jongen, jongen. Ooit vinden de job van mijn leven zeker? Ja, godverdomme, er zit weer een spin in die hokje daarachter, hè? Trumpets they go. Mila is lief. Schatje toch. Oh, lekker, lekker, lekker. Jij zou toch iets leven? Nee, maar trillen gelijk een echte chihuahua. Goed, maar dan ik kan een beetje piano spelen hier nog. Because I love the piano and the piano loves me too, hè? Dus ja. Cathy is in een douche. Misschien kunnen we die pranken. Oké, maar kijk hier. Dat is totaal niet verschoten zo. Maar ze is nog aan het bellen, dus ja. Zal ze me laten doen zeker, hè? Ik ben nieuwe liedjes aan het schrijven op de piano. Ik heb juist een melodietje gemaakt. Ik heb wel nog geen tekst, maar ik kon er gewoon even iets op verzinnen. En dan daarna kan ik dat nog altijd uitwerken. Hè. Dus ik ga jullie even hier zetten, hè. Go, go. Baby, I'm upset with you. Thank you.
Zo mensen, ik ben thuis. Ik moet stil zijn, want iedereen slaapt. Maar ik heb lekker gegeten bij Cathy en het was een suffe dag. Dus als je het een leuke vlog vond, zeker een blauw duimpje omhoog geven. Niet vergeten te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie morgen in een nieuwe vlog. Wat hebben we vandaag geleerd? Geen zak. Slaap wel.